trouwens wel eens verteld dat Marcel vroeger rally heeft gereden? Volgens mij niet. Dat is echt waar, serieus. Echt lang. Goed. Winst na winst. Hij zat in een Peugeot 204. 5 GTI. GTI en 1.9. Ja, en hij was bijrijder en mocht soms ook achter het stuur. Ja, ja. Vooral van proef naar proef dan. Ja, snap ik. Oh ja, nu moet ik weer rijden. Dus jij bent gewoon een pro in rallyrijden. Ik was echt een professional. Dus toen de uitnodiging op de deurmat viel voor een ochtendje F1 2016, wist ik, ik moet Marcel hebben. Nou ja, nou is Formule 1 natuurlijk iets meer dan met karten dan eigenlijk met rallyrijden. Maar karten ben ik natuurlijk ook natuurtalent in, laten we eerlijk zijn, hè, we hadden het erover eens. Max had mij nog een keer elleboog gegeven waardoor ik geblesseerd was en niet meer kon meedoen. Toen is hij doorgebroken en ik niet. Ja, snap ik. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. F1 2016, we gaan de carrière-modus is terug. Dat is eigenlijk de grootste boodschap die we meekrijgen tijdens de speelsessie 1 presentatie. Bij het event. Ja, dat klopt. Ja. Ze zeiden van dat het vanuit de community kwam. Dus de vraag was heel erg groot om weer een carrière modus toe te voegen. Dat hebben ze gedaan en hij zag er heel erg uitgebreid uit. Ja, je kunt 10 jaar lang schijnt. Ja, 10 jaar. Ja, dat is wel lang. Ja, is ook. Ja. Nou, Hamilton die doet het al 40 jaar. Zit al in het vak. Maar die 10 jaar lang, je kan een eigen avatar kiezen en een eigen team ook voor het eerst. Ja. Eerst kon je bepaalde teams kiezen. Nu kun je elk team kiezen. Je krijgt een teammanager voor je contractonderhandelingen. Je moet racen tegen je. De grootste concurrenten inderdaad. Ja, het zag er heel erg uitgebreid uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe diep het precies zal gaan. Ja, want we zagen natuurlijk alleen maar een klein beetje dat je de banden kon wisselen. Je kon je motor volgens mij helemaal afstellen. Je moest zelfs kijken waar je welke onderdelen ging halen. Ja, dus het ziet er al heel erg uitgebreid uit. Ja, en zo moest je ook soort van je tactieken gaan bepalen voordat de wedstrijden beginnen. Ja, dus dat is sowieso. Optioneel, hè, want dat is wel heel diep. Ja, je kan zeg maar je auto helemaal afstellen voor elke circuit. Want de Monaco rijdt natuurlijk heel anders dan een circuit als de Nürnbergring. Ja. Dus, maar ze hadden het ook over een soort van minigames van tevoren waarmee je je bandenspanning kon testen. En die bandenspanning, die statistieken werden dan meegenomen voor de race. Zodat je ook echt op de race zelf, zeg maar, statistieken had over hoe je banden. Ik vond het heel diep gaan. Ik vond het dat wel, maar ik vond het wel heel erg vet. En zoals ik ook al tegen jou zei tijdens de presentatie, het lijkt meer een soort simulatie te worden, zeg maar. Dit is echt zoals het in het echt ook gaat. Dan ga je ook die auto testen van tevoren. Gaan ze eerst een week lang zes op circuit rondjes te rijden, testen naar bandenspanning. Hoe zit het circuit? Waar loopt het af? Waar loopt het op? Hoe rijdt het circuit? En dat kun je dan ook allemaal zelf doen. Ja, ze zeiden wel duidelijk erbij optioneel, want dit was wel echt voor de meest hardcore fanaten. Ja, dan ben je wel echt diehard aan het Formule 1 rijden. Maar sowieso, als je de game speelt, ben je volgens mij ook redelijk diehard, want het is best wel lastig. Ja, het is, ik heb even geoefend inderdaad in de stoeltjes en het was redelijk, best pittig de eerste keer. Ja, want hoe merk je dat? Betekent het gewoon dat elke seconde gas die je ingeeft kan te veel? Ja, je moet heel erg goed inschatten hoe je moet aanremmen voor bochten, welke lijn je aanhoudt. Eigenlijk zelfs in het echte leven, je hebt van die arcade spelletjes, net zoals Need for Speed, zo ik noem maar wat. Nou ja, dan zit je echt, dan kun je gewoon gas blijven geven en die bocht insturen en met één hand die hoek omdraaien. Ja. Nou ja, als je hier kun je bijvoorbeeld dan niet remmen en sturen tegelijk. Maar ja, dan kan het echte leven kan het natuurlijk ook niet. Nee, dat klopt. Wat ik ook wel heel belangrijk vind is, wij hebben die game net gespeeld met een stuur. Ja. Daar is natuurlijk voor heel weinig mensen weggelegd. Ik vond het ook met Dirt Rally, ik vond het heel moeilijk. Wij kregen een preview sessie bij Codemasters voor Dirt Rally. Dan krijg je natuurlijk de meest vette gear waar je mee speelt. Maar wij weten ook tegelijkertijd dat 9 van de 10 mensen het gewoon met controle gaan spelen. Ja, ik denk niet dat je thuis een hele installatie gaat hebben. Nee, maar dat is wel relevant, want wij previewen nou op het feit dat we met stuur hebben gespeeld. Ja, maar ik heb ook met de controle kunnen spelen. Want hoe werkt dat dan? Dat is ook belangrijk. Ja, de controle, dan heb je gewoon een hele andere feeling, zeg maar. Met die stoelen lig je echt letterlijk in de cockpit. Dan zie je het zo vanaf, dat is jouw viewpunt. Stuur zit helemaal vol met knopjes waar je allemaal dingen kan afstellen, je kan dingen aanpassen. En ja, bij zo'n controle is het natuurlijk een stuk anders. Het rijdt eenvoudiger, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus je hoeft minder zorgen te maken, je hoeft niet meer te flipperen achter om te schakelen. Je kan gewoon lekker gas geven en een keer op zo'n button drukken. Oké. Een stuk compacter rijdt het eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Oké. Maar voor de mensen die een stuurtje hebben, die krijgen natuurlijk de volledige ervaring. Want sowieso realisme is wat ze willen. Ja. Ze hebben ook safety cars toegevoegd en zo. Ja, precies. Gele vlaggen inderdaad. Ja, alles is. Je speed in de pitstop. Kun je penalties voor krijgen, je moet echt op je gaspedaal letten. Ja, inderdaad. Het is ook, overigens ook optioneel. Je kan gewoon aanzetten dat hij gewoon automatisch de pits inrijdt. Maar je kan inderdaad ook gewoon. Wij zo spreken mensen omver rijden daar, omdat je daar 180 km per uur doorheen knalt. Ja, dat is best wel vet gedaan. Ik vind dat leuk, dat ze dat heel erg omarmd hebben. Een heel stuk realisme erin, inderdaad. Ja.
Dan komen we nog even een klein dingetje. Binnenkort komt de review online op games.nl. Maar er is één dingetje waar we op jullie voor willen bereiden. Er zit geen splitscreen in. Nee, waarom niet? Niemand weet het. Ik kan hier zo slecht tegen. De laatste games tegenwoordig. Ik zit zo vaak met vrienden op de bank te spelen. Ik moet gewoon tegenwoordig, dat kan gewoon niet meer. Nee. Ik moet gewoon ook een PlayStation kopen, een Xbox kopen. Alleen maar om met mijn vrienden te kunnen spelen. Wii U moet je kopen om met je vrienden te kunnen spelen. Dat is ongeveer de enige console die dat volledig ondersteunt. Ja, maar games. Met Mario Party en al, dan wordt die controller een keer door de raam gegooid. En dan heb ik geen vrienden meer aan het einde van de dag. Nee, maar dat vinden wij allebei echt heel erg jammer. Ja, ik vind dat echt een hele slechte ontwikkeling. Want ik speel heel graag met vrienden aan het spelen en tegenwoordig, ja, het kan gewoon niet meer. Het zit er gewoon niet meer in. Nee. Oké, okay, nou jongens, binnenkort komt de review van de game. De game komt eind augustus, 19 augustus, komt die uit. En tegen die tijd zie je de review natuurlijk op games.nl. Dan gaan we jullie alles vertellen over hoe de curves gaan voelen. Over het nieuwe circuit in Azerbaijan. Azerbaijan, ja. En dan lees je alles en zie je alles op games.nl. Ja, nogmaals, super toffe game. Super realistisch. Ik zou hem sowieso gaan checken.